Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street en vandaag ben ik in real life met Jordi. Ja, ik heb geen zin om met Milan op schoot te zitten, dus ik zit mooi buiten camera. Volgens mij hebben we nog nooit met die Bianca gespeeld. Weet je niet. Ik weet wel dat jij een keer Diddy Kong bent geweest en een keer Carver, dus... Ja, dat klopt. Elefgar, dit is al van de... Ja, dit is Dragon Quest. Ja. Mesh. Jammer dat hun allebei als eerste zijn. Ja. Dat is best een grote map, of niet? Ja, maar alles op de laatste pagina is gewoon groot. Oké. Okay. En je zit ook gewoon meteen, daar heb je je eiland. Ja. Kijk, het mooiste is, jullie weten niet waar ik naar wijs, dus dat is perfect. Ja. Je hebt een eiland in het midden. Je hebt een eiland in het midden, je hebt daar een pad, daar heb je een auction. Daar heb je dingen, daar heb je je stocks. Je hebt aardig... Tuurlijk. We beginnen nog maar net. Ja. Yeah. Toegeven voor... Niemand is het heel erg, alleen voor Bianca is het gewoon heel handig als die terugkomt op de bank. Yup. Oh nee, iedere speler gaat terug naar... Mijn Square. Nou, dat was toevallig op de bank. Ja. Even de settings aanpassen. Ja, even de settings, want dit is ook voor mij... Ik heb mijn controller iets anders dan normaliter, dus... Want normaliter heb ik I als ding, nu heb ik B. Dus het is even voor mij even schakelen. Maar het, het zijn kleine dingen. Wauw. Ja, je trekt een kaart. Of, je trekt een kaart. Nou, mooi. Ja. Dat is een pittig prijskaartje in het midden, 850. Mm-hmm. Via, ja, je kan niet voor anders. Nee. Nog een keer rollen. Wat is dit? Sun Promotion. Zee! Ja, trouwens, ik heb nog niet echt iets. Nou ja, het is extra 500 gold wat je... Okay. Want onthoud, normaal niet van de tijd. De eerste promotie is vaak tussen de... Ja, dat is waar. 520 en... 630, dus... Ja. Nou ja. Het is niet heel slecht. Extra geld is extra geld. Ja, precies. Nou. Kutsu. Betalen! Volgens mij zijn we ook met best wel veel geld begonnen in dit potje. Ja, maar het einddoel is 25.000. Ja, dat is wel veel. Dus dan moet je ook beginnen met veel. En je hebt gezien hoe groot deze map is. Je hebt aardig wat straten. Ja. Dus hier kan je geen early monopoly krijgen. Nee. Tenzij je heel veel kaarten hebt waarin je... Gooi nog een keer. Of ga terug. Of... Ja. Wat een bitch. Ga gewoon die andere kant op. Nee, dat is een beetje het ding vaak. Want Carver gaat waarschijnlijk ook... Nee, die gaat rechts langs. Ja. Ja. Want ja, die gaat niet op zich... Die gaat niet op Bianca landen. Nee. Wee! Even kijken. Ja, dat is niet duur. Uh-oh. Nou, ik doe deels vanwege jou en deels vanwege Bianca. Ja. Wat is dit? Stocks. Oh, dat is altijd leuk. Dus je kan gewoon stocks gaan kopen. Maar alleen als je erop komt? Of? Alleen als je erop komt. Oké. Okay. Het is geen bank. Nou, ik weet niet meer of je... Aan de ene kant denk je het wel, aan de andere kant denk je niet. Dat je er gewoon langsheen loopt dat je het ook kan doen. Ja. Maar bijvoorbeeld die dingen zie je niet zo heel vaak. Net zoals vacant plots. Ja. Zie je ook niet zo heel vaak. Wat een vuile bitch. Ja. Het enige wat goed is dat ik er stalks in heb. Mm-hmm. Oh, die gaan naar zijn eiland. Oké. Okay. In dat opzicht is het wel een interessant eiland, want daar heb je de warp en die andere warp zit letterlijk aan de andere kant van het bord. Ja. Nou, nee, ik zou zeggen, we komen er snel genoeg achter, maar ja, ik land er ook op. Die. What the fuck? Gewoon random? Gewoon random. Ik dacht al, heb je drift of... Oh, daar heb je ook nog een... Dat is heel logisch. 100, 140, 280, 800. Ja.
natuurlijk. Wow. Nou, heel mooi. Dan heeft ze geen ready cash voor de rest van het. Gelukkig zit er niet zo'n plot waar je zelf iets op mag bouwen daar. Mm-hmm. Het is nu echt gewoon een kwestie van dingen. Ja, het is gewoon kopen en zo meteen hopen dat de AI niet verder bouwt. Nou, dat is klote. Nou, bal, als ik zo ingooi. Nou, als shop prices go up, hè, dus. Ja. Ze gaat ook naar het eiland. Blijf maar lekker op het eiland met z'n tweeën. Maak elkaar maar blut. Ja, het is een 3 of een 5. Ja, het zal wel geinig zijn dat Carver alles opkoopt, Bianca bankrupt gaat op het eiland en we de rest, de hele rechterkant van het bord niet eens zien. Oh, hij heeft alweer 2-in-1 hoor. 2-in-1 straatje. Mm-hmm. Oei, dat is een lange straat. Oh, dat zijn er 5. Nah. Het is alsnog een lange straat. Ja. Drie. Wauw. Ja, ik gunde jou 3, maar ja. Ja. De game gunde mij niet 3. Nee. Ik zou het ook niet voor 5 keer value noemen, dat is 21 ronden. Dat tikt aardig aan. Die kan alweer weg. Bitch. Wat op zich raar is, want je zou denken dat ze vaak eerder voor kaarten gaan dan weg. Maar ja, aan de andere kant, daar is nog niemand. Oh, hij komt dus gelukkig op. Spruce! Gaat die nee. Er zijn volgens mij maar een paar AI's die echt spruisen. Ja. Ja, of als het ze echt later in de game zeg, maar dan gebeurt het wel. Mm-hmm. Maar je hebt gewoon nog 3-in-1 straat, echt bullshit. Nee, ik zou zeggen, het gaat heel goed. En voor jou wel, ja. Ja, je ziet ook, op deze kan je bar weinig promotie scoren. Ik ga gewoon door met door met je kaarten. Volgens mij heb je zometeen nog één lijn voordat ik überhaupt op het bord ben. Wie is de win? Oh, jij bent de winning player. Wauw. Maar kijk maar. Daar. Een promotiescore in deze... De game is echt kut. In deze board bedoel ik. Nou, het is op zich een heel interessant board, maar er zit een bar weinig bewegende stukken in. Ja. Nou, kom op Carver, betalen. Jezus. Ik kom niet naar het eiland, dat nee. Besloten. Maar ja, kijk ook maar. Je hebt maar 2 warp-portalen om naar het eiland te komen. Ja. En 2 daarvan gaan we al niet meer Jezus, op. Jezus, 8! Ja, dat moet ook wel zo met zo'n grote board. 1! Ik heb niet zo heel veel geld. Hmm. Nee, niet degene die ik net heb. Nee. Ja. Wil je mijn stoks verkopen? Ja, ik wil jouw stoks verkopen en dan wil ik er geld aan verdienen. Dat zal wat zijn. Ik heb alweer door hoe het gaat. Betalen! Kijk, dit is een lekkere. 3. 1. Ja, ze heeft ondertussen al genoeg voor in promotie. Ja. Dat is echt heftig. Hoe ze dat heeft, dat weet... Oh nee, dat klopt wel, omdat zij ging daar langs, warpte terug en kon toen zo daar langs. Ja, laat ik meteen even mijn dingen verkopen, hè. One shop. Nee, dit doe ik zo meteen. Nee, verkeerde knop. Laat ik eerst zo... Zometeen op de juiste plek zijn dat ik zometeen stocks weer kan kopen. Hey, het is je gelukt om op het bord te komen. Ja, het zou nou, ga gezellig naar jou. Ja. Wauw. Dat je zo wil winnen. Zegt degene die al surf promotie had in het begin van de game. Dat maakt niet uit. Uiteindelijk heeft het me heel weinig voorsprong. Nog een keer warp. Nog een keer warp. Oh, all other players swap places. Dat kan kut worden. Ja. Vooral voor mij. Ja. Als ik op Bianca is daar. Mooi. Dat maakt niet uit.
Oké. Nee, aan de andere kant. Ik breng jou heel dichtbij de andere dingen. Dat klopt, maar ik heb die schoppen heb ik nog niet. Nee, klopt, maar die schoppen kan je zo een ding voor doen. Ja, je kan eens naar het eiland toe. Gelukkig. Gelukkig is bij dit bord niet dat je schuim moet oversteken. Want dat was bij het vorige bord wel, hè. En ze kan wel weg. Ja. Ga, dok even die 338, man. Echt hoor. Nou, daar hebben wij er ook niks aan, want het gaat allemaal naar de PC. Maar... ja. Maar wat ik wou zeggen, van, ik heb bijna niks aan die sudden promotion gehad, want ik loop nu nog steeds maar een heel klein beetje voor. Ja, je hebt veel voor ready cash, maar ja, als je niet op shops landt, heb je niet zoveel voor. Ja. Nee, klopt. Ja. Oh, hij is maar aan het inhalen. Krijg je 200? Buy a shop voor 200 boven. Nou. What the fuck? Kunt spel. Ja, ja. What the fuck? Soms is het even geluk hebben met die dingen. Wat ga jij doen? 6. Oh, dan was er daar beneden ook een. Dat had ik niet gezien. Ik had naar beneden moeten gaan. Ja, maar daarom zei ik ook van daar twee zijn er. Kan je zo... Oh, ja. Ik had nou eerst naar beneden moeten gaan. Mm-hmm. Kut, sorry. Maar dat had ik niet gezien. Het is er nou dingen gekocht in District F? Mag jij langs? Hey. Nou, Carver is heel vriendelijk. Geeft hem 48. Lekker Carver. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat exchangen. Deze. Ja. Voor die. Wauw. Dat doe ik ook nog goud bij, dus hij wint die 400 euro mee. Oh wee. Hij doet het niet. Lekker voor. We gaan hem nog een keer proberen, maar ik doe nog één keer wat erbij. Maar als hij echt niet wil, dan zeg ik ook zo van, oké, fuck it, dan... Dan moet je hem straks gewoon uitbuyen. Dan is zometeen uitbouwen, nee. Buy hem nog steeds goedkoper dan... 3,30. Ik bouw hem zometeen gewoon uit. Minigame! Wordt het de bloks? Ja, het wordt de bloks. Round de bloks. Oeh, wat is het veertje? Oh, dat is warm. What the fuck? Is die er altijd bij? Ja. Oh. Oeh. Nee. Zij toch, ik doe vaak gewoon mijn ogen dicht en dat is vaak nog beter dan als je erop gaat mikken. Nee, veertje. In Dragon Quest is het een veertje. In Mario is het de pijp. Ah, of course. Ja, stokjes kopen. Oh nee. G is dat. Oh, ik dacht dat F was. Bart naar een willekeurige plaats. 100. Gooi nog een keer. Ja? Oeh, die is nog beter. Nou, dan kan je zo. Huppa. Ja. Waar ga je naartoe? Tuurlijk. Als je zo 3 gooit, vind ik het allemaal goed. Nou ja, iemand gooit 3, maar niet degene die je wil. Wat een lul. Zijn ze in koor. Ja. Kijk, dat is een keer een mooie promotie. Even kijken, 4 hè. Ja, doe maar. Pak maar mooi een commissie. Badun, 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 badun. Wel mooi dat die muziek nooit wordt aangepast. Nee. Dat is altijd Mario. Buyout, 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 buyout.
Jammer. Betalen. Je hebt me ingehaald. Nu niet meer. Nu sta ik weer voor. Nee, ik vond wel geinig. Bianca, jij stond net gelijk. Zie, je kan niet naar boven. Dat is wel interessant. Ik kan dus zo ook niet terug naar boven. Dus ik moet hier alsnog het hele rondje maken zo. Ja. Wat kut. Zeker nu. Maar, mijn stok gaan wel omhoog. Mooi meeliften, hè? Ja. Ja, dat heb ik van de vorige ronde wel geleerd. Dat was een goed idee. Ja, dat heb je over het algemeen geleerd in deze game. Met de stoks gewoon meeliften. 6, daar kom je uit op. Oh, fijn. Oeh, interessant. Nou, als ik zo ingooi, dan ben ik best tevreden. Mm-hmm. Ik wou net zeggen, ze komt dan sowieso op die. Ja. Half je salaris, oké, okay, hoeveel is dat? 300? Dat is veel. Dat is aardig wat, ja. 2. Auw. Wat was dit? Hij kon een huis kopen, maar dan op 4 keer de prijs. Dus net geen forced buyout. Oh nee, wacht even. We gaan nog een keer proberen. Gaan we weer. Ja, hé. Hey. Als je zo ver staat, dan zeg je ook gewoon fuck it. Nee, nee. 2 shops. Dan doen wij... Waar je op staat. Deze waar ik op sta. En deze. Voor 1 shop. Die van 8, die gewoon niks waard is. Maar hij weet heel goed dat jij dan monopolie krijgt. Ja, precies. Nou, doen we weer... Wat een lul is het ook echt, hè? Terwijl soms gaat het je zo makkelijk af dat ik denk van, what the fuck is dit? Ja, en soms zeggen ze gewoon van, fuck it. Ja. Nee, precies, want soms zeggen ze van, oh, met 200, oké, okay, prima, is helemaal goed. En nu sta ik al bijna min 700 en dan zegt hij alsnog van, nee. Warp, warp. Gooi nog een keer. Oh, betaal of krijg geld op basis van hoeveel shops je hebt. 1, 3 of 5. Dat is geen 1, 3 of 5. Nee, dat is 6. Oh, dat valt best mee. Het is geen hele erge... Nee. Dilemma. Maar ik merk ook dat iedere AI anders werkt. Ja, want dat merk je ook met eigenlijk wat jij net ook elke keer doet, zeg maar. Ja. Dat merk je gewoon heel erg, want soms dan doen ze op alles ja voor je gevoel. Ja, en soms zeggen ze van nee, doe het niet. Want het is misschien een beetje te man, zou ik bijna zeggen van oké, weet je wat, ik ga min 1000. Ja. Maar dan zie ik hem alsnog gewoon gebeuren dat hij het niet doet. Dit doet mij niks. Nou, je hebt nog best wel wat geld om wat stokjes te kopen. Hier 12 stoks, niks aan de hand. Hey. We zijn alsnog niet op 1/5 van het doel hoor, maar... Oh, dat is lekker. Oh. Weet je het heel zeker? Nee. Ik was al aan het tellen, maar ik zat wel op mijn hoofd van... Oh, is heel lekker. En dan land je op die 800, maar... Ik weet niet of je dat lekker vindt. Nee. Ik dacht dat ik er net voorbij kon, weet je wel. Ja. Nee, ik kon ook net voorbij, maar dan betaal je alsnog 62. Ik wou gewoon niet betalen. Mm-hmm. Dat gaat zo toch gebeuren, want ik moet zo langs je, maar... Ja. Jezus. Ja, die had ik net moeten gooien. Dat zijn wel de mooie worpen, 8. Ja, Monopoly doet niet zo heel veel van stocks, dat is een beetje het ding, hè. Buy out. Oh.
Droppen bij 20% in een random district. Oh, daar sta ik. Dat is inderdaad random. Ja. Want die straat is ook random. En er staat niemand in. Nee, precies. 6. Ja, tuurlijk. Ja. En het kon ook niet anders. Nee. Ik vind dat zo kut. Dan heb je hem ontweken en dan... Ja. Ja. Kom je nog mee weg? Makkelijk. Ja. Dat is het enige voordeel als je stocks hebt in bijna Monopoly. Nou, kom op. Bianca, doe hetzelfde. 6. Nee, die gaat zichzelf even spruzen. Oké, gooi zo meteen even een 5. Spruzen. Ik niet snap, maar oké, prima. Je hebt ineens de mooie te. Nee, meteen doorklikken. Nou, gaat wel lekker snel. Dat is waar. Tuurlijk. Nee, ook dat nog. De rest van rood zit rechts daar. Ja. Dus, ja. Deze voorlopig niet. Nee, hij moet eerst het hele boord door. Maar zoveel stocks en ready cash heeft hij ook niet meer. Hij heeft nog 200 in stocks. Jij gaat er best wel goed, zeg maar. Ja, maar ja, dan heb je. Soms is het gewoon geluk hè, met die dingen. We gaan nog één keer proberen. We doen deze. Ik vraag... Het is net als je ruilt voor... Je krijgt van mij Rotterdam en bij wijze van spreken Den Haag. Ja. En ik wil Haarlem. Ja. Zo voelt dit. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want je gaat er wel heel erg op vooruit als je hem krijgt. Dit vind ik al heel erg. Ja, dit is wel... Maar we doen het. Hij doet het niet. Ik snap deze AI niet. Ah, je komt er zo op, joh. Ja, klopt. Gewoon 2 gooien. Ja, zij moeten nog langskomen, hè? Ik wil hier nu nooit meer heen. Nee. Dat is het mooie. Niemand wil daar nog heen, dus dat vind ik helemaal prima. Nou, even carver even als je dat graag wil. Je moet een 3 of een 5 gooien als je eruit wil. Nou, verdomme. Tuurlijk. Die loopt ook volledig langs. Ja. Wat een vuile bitch. Nou, 23. Nou. Oké. 2. Dat is geen 2. Dat is geen 2, nee. Wel, ik moest nog schoppen hebben, ja. Betalen! Nou, dan compenseer ik jou even voor die... Ja, dat ding, gewoon dat ding van net. Echte compensatie, hoor. Tjonge. Nou, als ik zo meteen op die 160 lang, dan is het helemaal... 6. Even kijken, wat is de beste? Ja, daar. Rouwmateriaal. Ja. Tenminste, je gaat ruilen met Carver, dus we weten niet of hij wil ruilen. Dat is het hele probleem. Nee, maar als hij erop vooruit gaat, dan is misschien alles... Ik geef hem letterlijk 1100 euro en dat vindt hij nog niet goed. Ja, oké, dat is waar. Even voor het idee, hij heeft 2300. Als hij zo meteen landt op een van die 2... Dan is hij gone. Moet hij alsnog zijn spul gaan verkopen. En dan kan je hem toch kopen. Ja, dan kan ik hem alsnog kopen. Dus ik snap niet helemaal wat het ding wil. Tuurlijk. Hij gaat weer sproezen. Even kijken. Wat een nachtmerrie. Carver kan de pleuris krijgen. Ja. Die stoks zijn wel leuk bij jou. Ja. We moeten zo meteen weer opnieuw gaan betalen, denk ik, voor die dingen. Hey, mooi. Oh nee, niet. Nee. Je kan maar één kant op. Ja, ik kan maar één kant op, ja. Kut, sorry. Ik vertelde me. Ik dacht van, oh, die zit daar, man. Mm-hmm. Nou, Bianca, wat ga jij een keer doen?
Want ze koopt wel, maar ze doet niks. Nou, lekker. Lekker niks laten doen. Ja. Nou, Kalfa, sterf. Oké, wat moet hij gooien? Een 4, een 5, een 7. Oké. Okay. Als ik op mezelf nog kan landen, kan ik het misschien nog voor elkaar krijgen om die andere ook nog te boosten. Nee. Ik heb voor de rest niks meer, hè? Nee. Laat maar. Nee. Een kaart. Nou, ik ben net zo ver als ik. Hey, dat had ik niet verwacht. Nee, all players take a suit yourself card. Iedereen krijgt een joker. Maar ik heb er al één. Ja, nu heb je er twee. Oh, huh? Ik dacht dat het niet nee, kon. Nee, ze stekken. Dat is ziek. Eén. Die komt nog weg. Maar ja, nu hoef ik alert, maar nou ja, ik moet het hele pad langs, dus... Een of andere inktvis. Ja, ik weet alleen of de inktvis... De inktvis geeft volgens mij suits. Oh, nee, of... Ik weet niet meer wat hij doet. Maar hij zit letterlijk op het eiland, dus... Tenzij die kut gooit. Nou, Bianca, wat ga jij doen? 3. Wat gaat Carver doen? Die gaat op jou komen. Nou, tenzij hij heel laag gooit nu... 5 of 6. Of 6, of 8. Hij komt nog weg ook. De AI cheat gewoon. 100%. Wat een kut game. Oh, ja, dat was met Dragonlord was dat het meest duidelijkste, yeah. Dat ze cheaten. Van ja, ik koop een groot ding en dan koop ik hem later voor 8 keer de waarde terug. Ja. Yeah. Onzin. Stocks. In... G. Volgens mij is G degene waar ik de Monopoly heb. Dus dat is mooi. Je hebt nog helemaal geen Monopoly? Nou, oké, 4 van de 5 heb ik ook goed. Nee, je moet er stoppen. Oh ja. Het is op jezelf. Ik wou niet sproes eigenlijk. Ja. Wacht, hij is nu langs mij gekomen. Wat doet dat? Ja, ik weet niet wat het doet. Het mooiste zal zijn als jij die rode teleporter kan pakken, ben je dichtst bij de bank. Mm-hmm. Nou, ga meteen maar weg? Nee. Oh nee, hij loopt moeten langs lopen. Dus als jij er langs heen loopt, krijg je een suit yourself kaart. Dan blijf ik hier rondlopen. Ja, ik weet alleen niet of dat zo veilig is, maar dat ben ik. Nee, doe maar. Ik was even aan het kijken van wat is slim. Maar ja, ik ga die 750 ga ik niet kopen. Nee. Mooi. Oh, ik krijg de suit. Oh, Carver had alles al, dan krijg je een suit yourself kaart. Moet die stoppen. Ja. Dat is kloten. Mm-hmm. Maar jij hebt nog stocks, hè? Dus... Weet je wat het grote voordeel is? Wacht. Ja, het grote voordeel is dat je op mij kan meeliften. Dat is het grote voordeel. Nou, dat is ook een groot voordeel. Nee, maar weet je wat het grote voordeel is? Omdat ik nu 2 suit yourself kaarten heb, hoef ik zo meteen alleen maar de rechterkant te doen. Hoef ik niet aan de linkerkant te komen. Nou, je bent al klaar. Je hebt dan volledige... Dat weet ik, maar als ik zo meteen inlever... Dan als je zo meteen nog de ronde gaat doen, ja. Dan moet de game mij gewoon gunnen en mij gewoon lekker hier weg laten gaan. Deze game jou gunnen? Nee, dat zit er niet in. Ik zie het niet gebeuren. 1. 1. Godverdomme. Loop 6 stappen. Oké, doe maar. Ik heb een hele mooie idee voor jou. Die game voor 8. Wauw, dat je zo wil winnen. Dat is niet eens leuk. Ik ga niet eens meebieden. Je zoekt het maar uit. Niemand wil doen. Nee. Wat een onzin. En dan vind ik het mooiste, alsnog heeft hij er geen geld voor gekregen.
Nee, lekker voor hem. Dus ik wilde hem 1100 euro geven. Ja. Dat wil hij niet. Wat een kutspel. En ik zou wel dan de mooie ironie vinden. Dat Carver zo meteen daar terugkomt en daar bankrupt gaat. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, ja. 4. Betalen, bitch! Ja, ik zat toch gewoon in de min. Nee, zelfs stocks. Warp. Ja, dat zou zeer warp of nog een keer gooien. Oh, dat is handig. Dus je kan een plot kopen die niemand heeft of een plot overkopen voor 3 keer de value. Oké. Okay. Dus even kijken, waar heb jij... Nee, ik wil eigenlijk die of die. Die, onderin, onderin. Die? Nee, eentje verder. Die, want kijk, dan kan ik die 48 aan jou verkopen, heb jij een monopolie. Ja, maar hij heeft hier nog een. Oh, sorry, ik dacht jij... Ik moet deze uitkopen of die gaan kopen. Dan kan ik deze uitkopen, toch? Ja, sorry, ik dacht dat jij groen was, maar wat viel. En dan gooi je 1, ga je sproeien en huppakee. Pam. Nou, ik ga even niet sproeien. Ik ga eerst even zorgen dat ik. Ja, snap ik. Dat ik geld heb en dat ik stocks heb. Oh, gaat alweer weg. Maar maakt niet uit. Deze is wel leuk, dat ding, vind ik. Leuker dan die andere, dan dat zakkie. Ja, deze breekt de game ook niet. Nee. Gelukkig. We zagen bijna al erbij hangen. Nou, dan had ik hem geraald met die in dit cirkeltje. Ik denk dat hij dat wel had gedaan. Oké, dan nak ik hem even op dat stuk. Ja, ik kan wel de hard pakken, maar ik heb toch een zoetje zelf, dus maakt niet uit. 1. Ja, ik wil niet sproezen. Godverdomme. Ik wil niet sproezen. Ja, jij wil eruit. Ja. Even kijken, 1, 3 of 6. Oké. Okay. Echt, die Carver die wordt slapend rijk voor mij. Dat is echt niet normaal. Dit is ook niet normaal. Nee. Bam, 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 bam. Drie. Warp naar de Monopoly toe. Oh, sell shop back to... Oké, gaat hij dat doen? Ja, welke? Snap ik. Hij heeft daar niks. Hij heeft veel te veel geld. Hij heeft veel ready cash, maar hij heeft een verhouding. Hij heeft wat shops in het midden, maar dat is het. Hij heeft meer dan ik. Ik ben echt slecht bezig. Komt ook omdat ik op dat eiland vast zit, toch? Ja, precies. Dat is ook het hele ding van het eiland, hè? Ik heb aan de andere kant gestaan, dus ik snap, ik snap dat het leuk is als je het eiland hebt. Eén. 5. Nee, dat ben je er net niet uit. Echt niet te goed. Ja, leuk eiland, hè? Nee, flikker op. En ik ga je ook niet financieren om al die dingen over te nemen. Dat hoeft ook niet.